halen. Gaan we naar de eerste shakeout in de categorie Boys 12. En daar is het hek gevallen. Dikke schroeven zijn al weg met een goede start aan de binnenkant aan voor Van Eewijk. Het is Brian Van Eewijk en Amersoy die nog goed bij zit. En daarachter is het boven Burgstede. Ondertussen zien we naar de valpartijtje van de 306. Boris van Kessel. Helaas, voor hem eindigt het verhaal hier. Maar het is aan de leiding nog steeds een man aan Amersoy. Het is Van Eewijk en daar is het Dreamteam daartussen geschoven. Nou, dat moet dan even spieken. Dat moet dan zijn Erik Peters natuurlijk. De man met nummer 21. De man met het rood-wit-blauw op zijn arm. De man die vorig jaar Nederlands kampioen werd bij de Boys zelf. Ja, nu dus op plaats nummer 2 achter Van Eewijk. Dan is het boven Burgstede op plaats nummer 3. En daarachter op de vierde plaats is het dan voor Leon Door. Luc Piepers ook. Hij zit er in ieder geval goed bij. Maar dat is nog niet gedaan. Want kijk eens wie eraan komt. De nummer 153. De man in het oranje. Prachtig. Er is Steffen Door in de wiels. Kan hij nog voorbij? De man van Leon Door. Nee. Dat lukt er niet. Hij raakt naar het achterwiel. Jammer, jammer, jammer. Hij heeft er alles aan gedaan. Hij heeft ervoor gevochten. Maar hij gaat niet mee naar de finale. Oh,